Jongens, Jaroski hier, welkom bij nog een extra video hier op mijn kanaal Jaroski Game. We gaan weer Party Gamers live spelen, dus het zal wel weer de volgende aflevering zijn van die serie. Ik weet niet bij welke aflevering zijn, wist ik de vorige aflevering ook niet. Maar ik ben gewoon eventjes weer een game gejoined. Volgens mij is dit een playing game, maar dat weet ik niet meer zeker. Nee, het moet nog beginnen, mooi zo. En we gaan gewoon proberen te winnen met een goede score. We beginnen weer met het B23R, zoals we altijd beginnen in Gun Game. En we gaan weer proberen een goede score te halen. We gaan ook gewoon weer proberen flawless te gaan. Alleen lukt dat denk ik niet in Hijjack, want in Hijjack falen de spans en gewoon keihard te spannen voor je, achter je, rechts van je. Als je heel veel niet oplet, ben je ook gewoon keihard dood. Dus ja, Hijjack is heel moeilijk om flawless in te gaan. Ook als je free-for-all speelt op Hijjack, als je domination speelt op Hijjack. Die spans falen gewoon zo hard op deze map, omdat het ook zo'n minimapje is. Bijvoorbeeld op Nuketown falen de spans ook, omdat het ook weer een minimapje is. Ik vind minimapjes wel altijd leuk om te spelen, maar soms ook weer niet, omdat die spans gewoon kaart falen. Maar nu spelen we Gun Game. Nu maakt het niet uit of de spans falen. Want deze Party Gamers Live zijn voor de fun. En niet voor de KD of voor de win. Of iets in die richting. Het is gewoon om een beetje lol te hebben in het spel. Om een beetje iets anders te doen dan altijd domination. Dan altijd free for all. Dan altijd ground worden. Dan altijd weet ik veel wat jij speelt. Laat me anders even weten wat jij speelt in de comments. Laat een comment achter met ik speel altijd kill confirmed. Ik speel altijd domination. Want dat vind ik wel leuk om te zien. Ik vind het wel leuk om te zien wat mijn kijkers voor game mode spelen. Want als jullie zeggen van ja, ik speel altijd free for all. En als jullie zeggen ik speel altijd domination, kan ik misschien een keertje tips en tricks gaan geven voor domination. Of kan ik misschien een keertje tips en tricks gaan geven voor free for all. Ligt eraan wat jullie dus spelen. Dus laat het even weten in de comments. Jij spant hier voor me. Als een span. Ik had het net nog over de spans, vrienden. Jij spant gewoon in mijn richtpunt. Je kon nog niks doen. Hij had nog eens een wapen vast. En ik kon nog gewoon nog killen. Dus dan zie je dat de spans van keihard falen. Dat was een Italiaan. Doei Italiaan. Oh shit, en die spande ook weer daar. Het is echt gewoon raar, die spans op Hijjack. Maar op andere mappen falen de spans ook gewoon. Ik zat vorige keer Call of Duty 2 te spelen, want die had ik eventjes gedownload. En gewoon op dat spel faalde de spans al. Heel veel mensen hadden het op MW3 erover dat opeens de spans gingen falen. Op MW3 was het echt gewoon het topic spans falen. Spans falen, spans falen. Je hoort het op MW3 altijd. Alleen op Call of Duty 2 faalde de spans gewoon al. En het komt omdat je Call of Duty speelt met 12 man in een room of 18 man in een room. En je speelt meestal op wat kleinere mappen. Het is niet zoals Battlefield dat die map echt gewoon ultiem groot zijn, maar ze zijn gewoon klein. Alle mappen zijn klein met vergeleken met andere spellen. En om die spans dan gewoon goed te maken, dat lukt gewoon niet. De Call of Duty makers kunnen die spans gewoon niet fixen. En heel veel mensen hebben het er altijd over. Ja, de spans falen. Alleen dat komt dus gewoon omdat die mappen zo klein zijn. Komt dat je met zoveel mensen op een map speelt. En ze kunnen dus ook gewoon niet fixen. En wat de heck? Hoe kon ik deze kill krijgen? Maakt mij niet uit. Ik heb de kill. En heel veel mensen zeuren er dus altijd gewoon over. Ja, de spans falen. Maar ze kunnen er gewoon niks aan doen. Als jij wil dat ze de spans niet meer laten falen, dan moeten ze mappen gaan maken van 20.000 kilometer breed. Zodat de spans niet meer falen. Dus ja, ik denk, laat die spans lekker zitten. Als er iemand in je rug spant en je gaat dood, ja, dan is het pech gehad. Dan kan het spel er niks aan doen, kan jij er niks aan doen. En als je een nuclear haalt door middel dat de spans falen, dan is het chill meegenomen. Dus soms heb je geluk dat de spans falen, soms heb je geen geluk dat de spans falen. Maar het ligt dus eigenlijk geheel aan jou. Als jij opeens in een enemy spans zit en ze spannen naast je, dan is het dus gewoon jouw schuld. Omdat als je weet dat je in een enemy spans zit, dat ze dan gewoon naast je gaan spannen. Dan kan jij niks aan doen, kan het spel dus niks aan doen. Maar dat was weer eventjes een mooi onderwerpje in dit Gun Game. Ik praat altijd in mijn live commentaries over bepaalde onderwerpen. Ik weet niet waarom ik dat altijd doe. Eerst maakte ik live commentaries, dus had ik altijd praten over het spel zelf. Maar nu als ik live commentaries ga maken, praat ik echt nooit meer over het spel zelf. Ik ben nu gewoon aan het spelen en ik ben aan het praten tegelijk. En dat gaat meestal nog wel goed. Soms faal ik ook gewoon keihard als ik aan het praten ben. Want je let natuurlijk niet meer op het spel. Ik speel nu ook gewoon een beetje van, ja, ik win het game wel gewoon. Ik zie wel gewoon wat er gebeurt. Maar als ik echt gewoon geconcentreerd ga spelen, dan ga ik altijd wel lekker in Gun Game. Alleen nu ging ik niet zo lekker 20-9. Mijn eindscore, maar ik heb wel weer over een leuk onderwerpje gepraat. Jongens, dit was even een extra video gewoon om jullie eigenlijk te bedanken. Ik upload soms wat extra video's om jullie gewoon te bedanken voor jullie awesome support. Want ik denk dat ik wel een van de chillste subscribers heb in heel Nederland. Dus jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Hier morgen maar mooie final kill met Ballistic Knife. En ik ga jullie gewoon zien bij het volgende commentaar, jongens. Bye bye.